Rolo, YOLO, you know you only live once. Geweldige intro, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Jeroen, a.k.a. Kudaaf. En we spelen The Legend of Zelda. Twilight Princess, we moeten over dit verdoemde hek zien te komen, zo ja. Dus ja, vorige keer hebben wij, weet je, niet iets heel belangrijks gedaan. Een eindbaasje verslagen of zo. En niet veel uitgehaald. We hebben een nieuw hardcontainertje gekregen. We hebben bombs gekocht. En daar gaan we nu iets nuttigs mee doen. Dus, zal ik laten zien, want dit weet ik dus uit pure ervaring. Krijgen we nou weer die postman uit de vorige aflevering ook al gehad? Wat is dit? Wat is? Oh, letter van Barnes Bombs. Oh, dat is interessant. Dat is interessant. Doei. Die brief zou je moeten kunnen lezen, weet je, dat is een suggestie. Ik ben niet zo van de suggesties en ik doe die shit gewoon. Is er nou nog eentje achter? Nope. Oké, paard. Het was een waar genoegen. Maak u even dismount. Want ik ga een nieuw hartje ophalen. Kijk, dit moet je gewoon weten. Je kan 20 hartjes totaal halen. En het is zeer aan te raden zoveel mogelijk hartjes te hebben. Want het gevecht met Ganondorf is echt fucking moeilijk. Echt gewoon gelijk aan pure aids. Het staat gewoon echt gelijk aan. Waarom knip het mijn beeld zo? Is die draad niet goed aangesloten? Dat zou iets kunnen doen. Maar weet je, het is niet heel erg, want het is nou weer weg. Dus ik ga het gewoon na de aflevering wel checken hoe die shit zit. Tenzij ik me heel graag ga eigenen, dan doe ik het al eerder. Goed, kan je overheen lopen, ja? Ik vertrouw het niet, ik doe het toch. Wat ben ik een gekke man, ik vertrouw het niet, maar doe het toch. Hop, oh god. Dit is balen. Dit is heel erg balen. Die kan ik zeker nou niet op. God damn it. Ik kan ook niet terug, hè. Het is gewoon echt fucking drop down to the death. Dat vind ik wel een mooi schot, hè. Misschien moet ik iets gaan doen met pijl en bogen. Ik vind het helemaal mooi. Er loopt nog een kutvogel daar. Lalala, pop. Ik hou echt van dit soort deuntjes en zo. Legend of Zelda heeft echt prachtig goede muziek. Echt, man. Magnifico. Is gewoon, oh godverdomme, dit is gewoon niks om aan te merken. Echt waar. Echt die sfeer, heerlijk. Ik hou ervan. Ik hou ervan, gewoon met heel mijn hart. Soms hou je van muziek met een half je hart, maar ik hou gewoon van de muziek met heel mijn hart. Dus, ja, heb jij nog een leuk onderwerp voor mij om over te lullen? Laat achter in reacties. Meestal lul ik gewoon echt rechtstreeks uit mijn nek, weet je, verzin ik iets ter plekke. Zoals, ik hou van muziek. Ja, dat is een leugen. Ik luister bijna geen muziek. Dat is trouwens niet waar. Ik luister wel muziek, maar meestal gewoon uit games. Dus Legend of Zelda teams hebben ze heel veel. Weet je dat ook weer? Weet je, voor de mensen die vragen, wat voor stijl muziek hou? Ja, ja, ik weet niet wat voor stijl ik het moet noemen. Maar ik knip de liedjes uit games. Nou, ik knip ze niet uit. Ik pak ze gewoon van YouTube. Van, ah, Legend of Zelda team op dat en dat stukje. Het is geweldig! Zo gaat het ongeveer. En de kleuren zijn echt gay als ik weet niet wat. Waar was het hartje? Wow. Hier was een hartje op, hé. Ik weet het 100% zeker. Waar de fuck is die gebleven? Hè? Moet ik dat niet naar beneden springen of niet? YOLO. Nee, hè? Oh nee, daar is een kist. Daar zat hij in. Dat was hem. Kijk. Kijk. Juist. Hoppakee, dan heb ik een extra hartje. Dan zijn we van vorige aflevering. Vorige aflevering hadden we... Oh god. Oh god. Vorige aflevering hadden we 4 hartjes. Nu hebben we er gelijk al 6. Nou. Is dat geweldig? Nou ja. Vorige aflevering aan het begin hadden we 4. Nu hebben we de 6. Ik ben lui, ik ga mijn paard oproepen. Paardje, kom maar hier. Ondertussen ga ik even kijken of die kabel echt zit scheef als ik weet niet wat. Dan ga ik eventjes controleren. Hoor een explosie. Het spijt me, ik zit nu onder mijn bureau live in deze video. Hopelijk heeft dat iets goeds gedaan. Ik heb geen idee, ik heb wel mijn broek verder gescheurd. Ik hoor de keiharde krrk. Dat kan niet goed zijn. Nou, ik zie geen enkel verschil in het beeld. Dus dat was zeker een aanrader.
Zeker, zeker. Het is fantastisch. Oh, nou wacht, dan ga ik terug naar de stad. Dat moet ik niet hebben. Dat moet ik niet hebben. Dat moet ik niet hebben. La la la. Ik beul mijn paard af. Dat soort shit. Kijk, hier is. Ik heb geen idee wat de fucking mis is. Ik moet een lamp onder mijn bureau hebben of zo. Oh, wacht, nou gaan we naar de rivier. Juist. Juist. Ik ken dit wel. Ja, hier overheen dacht ik en dan heb je zo'n heel dramatische battle tot de dood. Of niet dan? Nee, dan niet. Dan krijg je die later nog een keer. Wegrennen voor de vogels. Wow, ik zie niks. La 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 la. Doei. Wow. Wow, wat is dit nou? Moet ik nou met die beesten gaan vechten? Wat? Oh god, de brug is kapot. Ik zei dat die brug kapot ging, maar welke brug gaat er nou zo heel dramatisch kapot? Nee, die vallen nog in het gat. Ja, godverdomme kutvogel. Bomarrow op de vogel. Wauw, dat was dat ik nog niet eens over na had dat het bomarrows zouden zijn. Kom, we gaan terug. We gaan die beesten verslaan. Dat vind ik leuk. Daar zie ik iets. Oh god. Oh god, het is echt niet normaal. Oh god. Hop, allemaal dood. Oké, wacht. Je hebt een andere techniek nodig hiervoor. Kan ik hier nog steeds weg? Oh, wauw. Kijk, je moet eerst eentje uitschakelen met een bomb arrow. Oh, god. Of als je alle drie heel dicht bij elkaar hebt. Hop, bitch. God, te laat. Oké, wat je dus eigenlijk moet doen is dus eentje doodmappen. En nadruk op eentje. En ja, en dan wacht je voor de andere. Wop! Zo doe je dat. Je moet er namelijk nooit eentje leven laten. Je moet de laatste twee tegelijkertijd pakken. Want als maar eentje leeft, dan gaan ze elkaar weer terugroepen. En dan is ah, vriendjespolitiek. Ah, fuck jou, Jeroen. Nou, ik zeg fuck jou, beesten. Is de brug nou weer terug of nog niet? Nee, de brug is nog steeds niet terug. Dat vind ik al een beetje pittig balen, hé. Dat vind ik gewoon, nee, dat vind ik gewoon niet kunnen, nee. Goed. En hoppakee, ja, dat vind ik gewoon. Oh. Denk je, ja, ik doe het gewoon goed. Nee hoor. Het is gewoon een teken van falen. Ja. Sommige mensen zouden die boos op worden, maar ik accepteer mijn faal. Oh. Foe. Loop ik bijna langs die brug. Bijna. Bijna. Oké, dan weet ik uit ervaring. God damn it! Loop door het fucking. Loop met die dikke kont van jou over dit bruggetje. Wow! Wow, dat is interessant. Dat ga ik zo meteen in de stream even uitzoeken wat het is. Met mijn goede save. Want dat vind ik wel zeer interessant. Bitch! Oké, ik zal uitleggen wat het is wat hier aan de zijkant zit. Maar eerst moet ik eventjes deze gozer vermoorden. Oké, wat hier dus aan de zijkant zit. En dat is me nooit opgevallen. Is een rails. Ja? Oké, het was misschien wel opgevallen. Maar ik wist niet wat het moest zijn dan. Maar je krijgt dus later een item. Waarmee je dus met deze rails langs kan rijden. Een soort van tol. Dat is super chill. Oké, daarna volgende. Wat we dus hiervoor zijn. Ik weet niet of we hiervoor zijn, maar. Hop. Hè? Hè? Nee? Heb je zeker een grotere bom nodig? Hier zit een hele stad achter dat stukje. Dat is echt niet normaal. Daar kan ik echt fucking 20 miljoen afleveringen besteden. Nou, hooguit eentje waarschijnlijk. Nou, nee, niet hooguit eentje. Hooguit twee of drie. Minimaal eentje, wou ik zeggen.
Okay, here we go again. Okay. Epona, here I go. Baba bitch. Rolo Yolo, you know you only live once. Huh? Huh? Dit heb ik nog nooit gezien. Oh, Bart, 10 keer eerder, er komt een hand uit en die gaan we erin slepen. Komt hoor, die hand. De eerste keer kan je ervan schrikken, maar daarna verwacht je hem toch. En hij schreeuwt nog steeds, hij verwacht hem toch. Hij weet wat er gaat gebeuren. En nog steeds schreeuwt hij. Als een fucking vrouw of zo, weet ik het. Weet je, of van die mensen die gaan bang gaan schreeuwen in de achtbaan. Ook lame. Het is van yeah, niet van ah. Snap je? Zoiets moet je in de achtbaan doen, yeah. Goed, hoe gaat die shit? Sense. Wacht, ik weet wat het is. Wacht, met Sense kan je ook schatjes, maar het is waarschijnlijk dan net 1 muntje of zo. Dit is, oh, goddammit, kom hier! Kring! In ieder geval, ik weet wat hier gaat gebeuren, denk ik. Van mij krijgen we hier zo meteen weer een mooi... ja, kijk, ik krijg een mooi geurtje wat we moeten volgen. Kijk. Sniff. Bam, het is een tasje. Oh, wacht, ik weet al wie het is. But look, can you at least promise me this? Just come home safely. Juist. 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 Goed, en als we nu Sense doen, dan kunnen we haar volgen. En dat is eigenlijk alles wat we moeten doen, alleen het is echt fucking donker. En eigenlijk gewoon langs alle monsters rennen. Je hebt er toch niks aan. Kutbeesten. We moeten wel eventjes een gebiedje doorgaan. Zoiets als dit. Nee. Oh, goddammit. Een gebouw in of zo. Oh, hey. Daar is een kasteel. Dat bedoel ik. Als we nou even naar het kasteel kunnen rennen. Want voor mij moeten we daarin. Voor mij zat ze daar binnen. Oh, la 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 la. Zo. Wie de fuck loopt er zo scheef? Ik bedoel. Echt. Ik snap dat het een spoor moet lijken. Maar het kan het dan niet ietsjes rechter? Dit is echt veel te extreem scheef. Ik bedoel, als ik ergens naartoe loop, of zelfs als ik word gekidnapt, dan gaan ze me niet als een of andere fucking... Geen idee wat de fuck je ermee zou doen trouwens, heen en weer slieperen. Er staan geen streepjes op de weg. Als er streepjes op de weg staan, had ik het begrepen, maar er staan geen streepjes op de weg. Ja, waar lopen we naartoe? Interessant. We lopen langs het kasteel. Als ik me niet vergis. Maar is het kasteel namelijk daar? Ja, we lopen er langs. Wow! Wow. Wat is dit voor wat zijn dit voor praktijken? Ik ben dit niet gewend. Jongens. Hallo. Mag ik alsjeblieft een break? Give me a break, bitch. Give me a break, god damn it. Oh, dit is dus heel positief. Oh, we komen alsnog het kasteel binnen, maar dan via een andere kant. Dat zou op zich ook wel heel goed kunnen, ja. Dat is ook wel een mooie, ja. Oké. Ik snap hem helemaal. Perfect dit. Hoppakee, ik zei toch dat we binnenkwamen. Wat een echte man, hè. Een echte man, een echte. Niet een nep, maar een echte. Weet gewoon hoe die shit rolt. Ja, 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 ja. Hyrule Castle Town. Hyrule Castle Town. Hyrule Castle Town. Met kikkervisjes. Die winkel waar je net zag. Daar ga je later nog een pak kopen. Of in ieder geval. Ga je een pak kopen? Het is een optie. Het pak is zeer handig. Want daarmee ontvang je geen schade. Alleen voor elke seconde dat je hem aan hebt. Kijk, het zijn allemaal mensen. Maar ik vind het leem. Althans, ik moet nog steeds dat spoor volgen. Met dat pak ontvang je helemaal geen schade. Maakt niet uit wat ze doen. Alleen voor elke seconde dat je hem aan hebt. Raak je wel een...
een roepie kwijt. Dus het is best wel een duur pakkie. Daarnaast is het pakje zelf ook nog 1000 roepies of zo. Echt fucking duur. Ik heb volgens mij met de eerste keer doorspelen. Dat is mijn tweede keer dat ik het doorspeel. Maar heb ik met de eerste keer doorspelen hem 1 keer gebruikt. Nee, voor mij 2 keer. Oké. Gewoon het spoor volgen. Gewoon volgen die handel. Zo, nee, ik heb hem 2 keer gebruikt. Ja, 1 keer tegen zand. Waar we het dus net over hadden, of vorige aflevering. Vorige aflevering op het einde was dat erover, ja. En 1 keertje tegen Ganondorf. Dat is gewoon precies wat ik had. Ik kom, oh, wacht, ik had kunnen weten dat het hier was. Fuck, dat had ik gewoon echt kunnen weten. Dit is echt zo'n obvious locatie. Nou, go naar binnen, bitch. Wow. Dit is cool. Deze mensen zijn iets aan het bespreken, wat voor mij niet echt boeiend was. Trouwens wel, want ziet hier de kaart. Dat is voor mij iets heel boeiends. Oh. Oh. Bitch. Bitch, we hebben een nieuw doel. Dan gaan we volgende keer of zo een keer... Of volgende keer een keer mee bezig. Ja. Klinkt logisch. Weet je. Geen enkel probleem. Hartstikke simpel. Bladibladibla. Bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jou volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu. Lila Lola. Later. Vergeet niet te liken, abonneren, reageren. Volg me op Twitter en Twitch. Allebei Kodaaf, weet je. Twitter is @Kodaaf. Twitch is twitch.tv/Kodaaf. Weet je, dat heb ik even mensen nodig, oké. Dankjewel. Tot de volgende keer. Leila Lathar. Dat vind ik wel leuk, ja. Vergeet niet te liken. Like. Like. Doei.